Yo mensen van YouTubers en welkom weer in History Park. En dit keer neemt Jonas een keer op. Jawel. Ik heb een paar problemen overwezen, ik weet niet hoe het komt. Onvoldoende schuifruimte komt er continu. Terwijl er nog voor een verruimte over heb. Maar bon. We zijn hier nu de middeleeuwen klaar is voor de eerste video van het nieuwe gebied. En daarvoor zijn we hier. Jawel. Inderdaad. Een oude map bij je oost. De map kunnen we ook al zien. Dat er al twee raids in onderhoud zijn, doedel. Ja. En hier gaan we de opening doen in één video tijd. Dus ja, is de opening van het gebied eigenlijk. Luider klappen, Jens. Dit is de poort. Ja, die poort heb ik dus eigenlijk zelf gemaakt. Zou ik wel gewild hebben, hè? Jongen, je moet luider klappen, ik versta je niet. Ik kan niet harder klappen, zo. Bon, dus. Het gebied coming soon, inderdaad, maar wij gaan erover vliegen. We hebben al een paar VIP's op de server, mensen. Dus binnenkort join dat. Dit gebied wordt is een stuk kleiner dan middeleeuwen, wow. Maar je krijgt ook drie attracties. Waarvan dus één dark ride. Mogen we dat laten zien, dit of niet? Ja, we kunnen dat laten zien, maar nog niks doen. Inderdaad. Dit is de tankopjes ride. Ah. Oh, foute knop. Wat doe je? Ziet er goed uit, vind ik. Waarom moet je er alles in? Wat hè? Waarom moet je er alles in? Ja, stop het. Afbreken. Wat is er nog te zien, Jens? Hier buiten, jongen. Hoe mooi, jongen. Check dit, mensen. Check dit. Zoals Jens op Quack Pro. Nee, dat ziet er niet uit op Quack Pro. Ik werk ook op normal. Kijk, Treasure of APEP, ink onderhoud. En dan hebben we de tweede ride. Dat is de kinderbroeder, a.k.a. Horus. Kinderbroeder, what the fuck. Inbouw van Vekoma Ride. Oké, nu is enkel de baan nog, maar we hebben nog ondersteuning en alles. Het station moet nog afgewerkt worden. Eigen. De muren, omheining. Ja. Hier komen nog gebouwen. Afwijking. Hier komen de scare-ruïnes. Hier komt dan het spookhuis, dat is voor de volgende video in eerste blik. Dan is de wachttrui klaar en de attractie grotendeels of zo. Inderdaad. En dan de video daarna is dan de opening. Van alles. Dus je zei rap weg, je zei rap doorgelopen, maar als je die dark ride meetelt, ja, dan is het nog wel heel groot. Wow. Als je dat ziet, zijn alle drie attracties die buiten liggen, dus. Hoe dan ook, ik niet vragen. Misschien kunnen we de kar al laten zien in het spookhuis, of niet? Ja. Hey Jens. Nee, mensen, dat mag nog niet van Jens, de baas hier. Alleen niet echt. Hoe dan ook, we zitten mensen nu in 1.12. Dit. Maar ik heb hulp aangeschaft en we gaan binnenkort naar voor extra blokken voor Daniel voor het gebied te decoreren. Echt heel veel, eigenlijk moeten we niet meer naar 1.15 gaan ofzo, want waar is 1.15 van 1.14? Ja, vooral veel like. Dus daarmee is 1.14.4 het maximum dat onze server ooit gaat rekenen. Bam, check die standbeelden trouwens, jongen, aan de ingang. Trouwens, wat doe ik eigenlijk altijd in die video's? Kijk uit te zien, mensen, wat niemand weet. Ah, oh, nee. Hier binnen is een huis. Waarschijnlijk is dat ook daar, want die snoer heeft dat gekopieerd. Trouwens, steeds als ik kik opneem, dan zit een geil dagje om het zo te doen. Hier is ook zo'n kot. Dat zit ik eigenlijk altijd te doen, hè.
Mensen, dit wordt nog een mooi muurtje. Op een Hier kan deur nog wordt wat het zaliger. gebouwen als afscherming. Dit wordt de stoomtrein. Ja, op een En deur tot wordt het zaliger. zover het gebied Oude Nabije Ja, op een deur wordt het zaliger of zo. Bon, ik ga even een shout-out treffen, want we hebben een VIP. Hij noemt, wacht even, Daniel, ik heb even iemand die kijkt de video's ook. Hij krijgt ook gratis VIP wegens hulp op Droomcraft. Wannes toemerik, je hebt gewoon iedereen gewoon gratis podcast. Nee. Hopto heeft het eerlijk aangeschaft. Je geeft iedereen VIP Hij gauw. heeft het echt verdiend. Wacht, ik ga zien hoe die noemt, die eruit. Omdat hij onze video's kijkt, dan verdient hij VIP of wat? Slow. Hier. Zoals op Marco, Craftanger. pretpark. Zoals iemand op Craftanger een attractie operate. En wij gaan erin, dan geef jij die ook VIP of wat? Nee. Marco Pretpark, dank u wel. Een shout-out naar u, getroffen. En u krijgt ook een gratis VIP-rang. Jawel. U kan zelfs al komen kijken op de server voor alle andere mensen. Jawel, Marco. Oké, Is oneerlijk. Daniel, het is genoeg geweest voor vandaag. Dat is oneerlijk, Daniel. Oké, ik stel voor dat je zo'n foto pakt van het gebied. Zo. Voor mensen, dit is Oude Nabije Oosten. Er komt nog veel werk, want dat station treedt nog niks, dus dat wordt nog verbeterd. Jonas, wou je die stoeme parko junior neerzetten? Die blokken zijn voor mij automatisering, doodle. Maar mensen, Wat een er is mottig. nog maar één ding, en dat is: check dit menu. Ciao. Waar is het eens? Ciao. Ah, je wilt afscheid nemen al. Ik ga eerst nog iets Ja, grappigs wat was doen. hij al? Ik ga eerst nog iets grappigs doen. Oh. Oh nee. Kom dan maar eens. Nee. Nee, mensen, dat is echt stout van mij. Dan zeggen we nog maar één ding, dat is... Laters.